plan van aanpak voor Antilliaanse jongeren van de minister voor Integratie, Verdonk, is onsamenhangend en niet financieel onderbouwd. Dat zeggen betrokkenen uit de Antilliaanse gemeenschap. Bovendien zou het plan niet aansluiten bij wat de Antillianen zelf willen om hun situatie te verbeteren. Toch brengt de minister het plan over 2 weken in de ministerraad ter goedkeuring, waarna het doorgaat naar de Tweede Kamer. Het plan van Verdonk is bedoeld om problemen met Antilliaanse jongeren in Nederland terug te dringen. Criminaliteit onder de jongeren moet worden gestopt en er moet worden voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen. Twee vandaag kreeg het plan in handen voordat het in de ministerraad behandeld wordt. Verslaggever Erik Bootsman peilde de meningen. Antilliaanse jongeren hebben inmiddels zelf een belangenvereniging opgericht. Zij zijn ontevreden over het repressieve overheidsbeleid en de tekortkomingen van de hulpverlening. Niet eerder stoppen met werken, maar liever doorwerken tot 68 jaar. Werkgevers moeten personeel makkelijker kunnen ontslaan. En een uitkering krijgen wordt straks heel lastig. Een greep uit de uitgelekte plannen van minister Brinkhorst van Economische Zaken, die morgen in de ministerraad worden